ben je bang dat je ook opgepakt wordt? Want jij staat ook op het verdachte lijstje. Zie ik er bang uit? Motorclub No Surrender kan niet veel anders dan opgeven. De politie heeft met groot machtsvertoon een clubhuis hier in Emma ingenomen. En volgende week moet het tegen de vlakte. Jullie zijn flink de pineut. Wie? Wij? Nee, man. Ja, daar is er één man gearresteerd is van de 700, dan zie ik niet meer wie de pineut is. Wij doen vanuit het Openbaar Ministerie met de politie al sinds 2014 onderzoek. En daar komt het beeld uit voor van een club waarin frequent structureel drugs wordt gehandeld. En ook geweld een belangrijk component is. Als ik het OM moet geloven, dan was het geen liefdadigheidsclubje, om het zo maar te zeggen. Nee man, het was een en al Columbia-werk, man. Onvoorstelbaar. U heeft daar langere tijd afgeluisterd. U had het over hak- en snuifgeluiden. Ja, je hoort dus dat mensen bijvoorbeeld klappen krijgen. Wat vind je ervan dat jullie afgeluisterd zijn? Dat ze daar apparatuur blijkbaar op hebben hangen en dat ze alles hebben beluisterd? Ja, dat is een goed recht. Ja, ik kan niks aan veranderen. Dat wisten we al van tevoren. En dan hoor je dat ze lijntjes maken. Dat is het hakken. Je hoort ook dat er gesnoven wordt. Ja, dat kan gesnoven worden. Weet niet, joh. Wat een individueel lid doet, dat moet hij zelf weten. Dat is helemaal niks. Mensen worden aangesproken op het zeg maar, overtreden van regels of het liegen tegen de grote baas. En krijgen dan klappen. Dat is wat we meekrijgen. Dat klopt. Ik heb dat afgelopen zaterdag hebben we geloof ik 60 man geslagen. Die werden prospect. En die worden dan geslagen, dat klopt. Ja. Klopt dat? Ja, die worden geslagen met een hesje. Ja. Dat is een ritueel bij ons. Zo'n motorclub met dit soort activiteiten wordt uiteindelijk niet getolereerd. Strafrechtelijk niet, maar ook door de gemeente niet. Eén overheid optredend tegen de OMG. Doorsluiten van zo'n clubhuis, is die club toch niet weg? Dat klopt, maar wij hebben dus hier een beleid in deze gemeente. Dat we panden waar drugs geproduceerd wordt of in grote hoeveelheid aanwezig is dan wel verhandeld wordt. Dat we dat soort panden sluiten en dat gebeurt hier ook. We gaan gewoon de grens over een kilometertje. We wonen dicht aan de Duitse grens. We hebben alweer een clubhuis klaarstaan, dus we gaan zo verder, joh.